Hi Waterman, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het voor week nummer 20. En dat is van maandag 15 mei tot en met zondag 21 mei. Zal ik kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen? Dan lijkt het, Waterman, alsof deze week een week is waarbij er aandacht is voor een nieuw stukje. En dat lijkt ook best wel in de overwinning te komen. Het is best wel een stuk waarbij je heel blij bent dat het aangegaan wordt. Maar er lijkt ook een stukje uitdaging voor je in te liggen. Kijk dus of dat je genoeg energie hebt om al die plannen aan te gaan, om alles bij elkaar te doen. Want het kan zomaar zijn dat je misschien toch te veel hooi op je vork hebt. Ook al vind je het leuk, ook al is de actie er echt wel, kijk gewoon. Gewoon alsof je alles wel goed in evenwicht kan houden. En alsof er niet te veel van jou gevraagd wordt. Of van het stukje waar je misschien waar je naartoe wilt gaan. Want ik heb het idee dat je daar echt wel een klein beetje een uitdaging gaat hebben deze week. Het is wel een week waarin er ook echt zaken zijn waar je heel erg blij van gaat worden. En dat is natuurlijk een stuk om voor jezelf mee te nemen. Hou die inspiratie vast. Alleen sommige dingen kunnen misschien ook wel een weekje later. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.